Hallo, welkom bij deze aflevering van Vraag en Antwoord bij Baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam. In elke aflevering wordt er een vraag beantwoord door de beide voorgangers. Welkom aan Joël Boertjens en Orlando Bottenblij. De vraag van deze aflevering luidt: hoe kan ik mij zo goed en zuiver mogelijk voorbereiden op de komst van de Heer Jezus? Joël, zou jij willen beginnen? Ik ga het spits afbijten, nou prima. Ik vind allereerst ook een mooi verlangen dat de vraagsteller die je mee ook laat zien. Dat diegene zegt, Jezus komt terug en hoe kan je dan zo mooi mogelijk zijn? En in de Bijbel wordt daar op een hele mooie manier ook over gesproken. Dat de kerk van Jezus, niet als gebouw, maar als de mensen. Hè, dat we samen zijn als een bruid die ontvangen wordt door Jezus. En ik weet nog heel goed, ik heb een hele mooie vrouw. Maar toen we gingen trouwen, dan pakte ze extra uit natuurlijk. Hè, in alle grandeur, helemaal mooi. Wit en rein. En zo hebben we ook het verlangen om zo naar Jezus toe te gaan natuurlijk als hij komt. En ik denk dat we allemaal wel herkennen dat het een enorme strijd is. Dat er zoveel afleiding is, dat er enorm veel verleiding ook kan zijn. En heel vaak, ook in mijn eigen leven natuurlijk ook hoor. Maar ook als ik mensen mag helpen die daar enorm mee worstelen en verstrikt zijn. Dan geef ik met name het advies om, je hebt bepaalde praktische adviezen natuurlijk, maar het hoofdadvies zou voor mij zijn van richt je vooral op de bruidegom, op Jezus zelf. Omdat je soms zo helemaal in beslag genomen kan worden door dingen die je dan niet mag doen en niet moet doen. En dan zit je elke keer te denken van, oh, als ik maar niet in die zonde val en als ik dat maar goed doe en dit maar niet mis, de plank niet missla. Maar ik denk als je echt in een relatie leeft met Jezus en je hem als bron hebt die je ook voorziet van kracht en liefde, dat het veel beter helpt om op hem te focussen. Dat hij je ook de kracht geeft om dingen anders te gaan doen, om rein en zuiver te leven. En nog belangrijker, dat het dan ook veel meer je eigen verlangen gaat worden. Dat je dat niet doet om aan een bepaalde lat te voldoen. Maar dat de Heilige Geest er zo in je gaat werken, dat je vanuit liefde in een relatie ook steeds meer als Jezus gaat worden. Dus ik vind dat altijd een hoofdsleutel om als eerste na te volgen. Jij dan al? Mooi, zeker. Ja, dat spreekt me erg aan. Ik denk dat het alles te maken heeft met de manier waarop je inderdaad inhoud geeft aan je leven. Ik denk dat in de allereerste plaats voor mij komt meteen in gedachten de woorden die Jezus zelf gezegd heeft. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En daarmee zegt hij, we leven in een maatschappij en ieder van ons in een andere situatie, waarbij er heel veel zaken je bezighouden. Ik denk bijvoorbeeld jonge mensen die net getrouwd zijn, die graag kinderen zouden willen krijgen. Degene die net zijn studie heeft afgerond, die zou heel graag een leuke baan willen hebben. Mensen die gespaard hebben, die zouden met vakantie willen. Nou, heel veel dingen die ons bezighouden. En gelukkig dat God ons al deze dingen ook schenkt en deze mogelijkheden aanbiedt. Maar als hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God, dan zou je zeggen, dan moet dat alles in ons doen en laten doortrekken. Dus waar je ook mee bezig bent, terwijl je bezig bent om van deze goede zegeningen die hij ons schenkt te genieten, dat we toch erbij gericht zijn dat Jezus komt. En ik zeg altijd, meestal ook bij de zegenbeden die ik zondag na de preek uitspreek, en hij komt spoedig. Dat helpt mij persoonlijk, moet ik zeggen, in mijn dagelijks leven, om te beseffen, zijn komst is heel dichtbij. Hij zegt het zelf, dat hij komt als een dief in de nacht. Dus we weten niet wanneer het moment aanbreekt, welke dag, welk jaar of welk moment het zal zijn. Dus dan blijf je leven in de verwachting, het zou ook vandaag kunnen zijn. Ik weet nog dat eeuwen geleden de studenten aan Martin Luther, toen de monnik, toen hij les gaf, dat studenten hem de vraag stelden van, maar als ik wist dat Jezus morgen kwam, wat zou ik dan moeten doen? En toen zei Martin Luther, dan zou ik vandaag nog beginnen om een boom te planten. In de zin van, als we weten dat Jezus spoedig komt, dan mag het ons niet ontslaan van onze verantwoordelijkheden vandaag. En ik vind het prachtig, die twee dingen, wat jij, Joël, noemt. Een leven waarbij je zegt van, ik wil als een reine bruid, wil ik
de bruidegom tegemoet gaan, Jezus. En tegelijkertijd het oppakken van je verantwoordelijkheid hier en nu die hij ieder van ons geeft. Ik denk dat belangrijk is de volgorde die Jezus aangeeft. Want de tekst vervolgt van zoek eerst het koninkrijk en mijn gerechtigheid en dan komt die rest wel. En Jezus zegt dat in de context, de bergreden waar hele hoge morele principes worden onderwezen. En dat zegt van joh, ga eerst nou naar mij toe, naar het hart van de Vader. En alles wat je nodig hebt, dat zal daaruit voortvloeien. Dus ik ondersteun wat je zegt. Het is meer een kwestie van volgorde, van waar begin je. En hij geeft je vervolgens de kracht. En dan zul je ook zien dat je automatisch daarin vrucht zult zien. Ja, en wat mij ook bijzonder aanspreekt in het laatste Bijbelboek van het Bijbelboek. Het boek Openbaring in het laatste hoofdstuk 22... Je zou zeggen, dan wordt de Bijbel afgesloten. Dan staat er geschreven, en de geest en de bruid. En dan kom je weer bij wat Joël noemde over de gemeente die daar wordt voorgesteld. Die zeggen, kom Heer Jezus, kom spoedig. En zeker in deze tijd waarin we leven. Nou, ik vind dat we ongelooflijke veel ellende meemaken. Dat wat we meemaken ten hemel schreiend is. Dat wij samen met de Heilige Geest die in ons woont, dat we ook mogen roepen, kom spoedig, Heer Jezus. Maar dat heeft meteen ook weer zijn weerslag op de dingen die wij eerder zeiden. Namelijk, hoe sta ik in het leven? Ben ik bereid om hem tegemoet te gaan? En ik zou het fantastisch vinden als deze hele crisis daardoor kinderen God zou wakker schudden. Waardoor wij nog veel meer gefocust zullen raken op de eeuwigheid dan het opgeslokt worden door vaak het materiële en alles wat wij in deze wereld hebben. Dan lijkt het soms alsof de hemel er niet meer bestaat, dat we alleen maar voor nu leven. En daarom die woorden, zoek eerst het koninkrijk van God. Ja. Ja. Dus hoe mooi zou het zijn als de vraag van de vragensteller, als dat de vraag van ons allemaal, van ons hart is. Ja. Klopt, klopt. Mooi, dank jullie wel. Hartelijk bedankt voor het kijken. Ik hoop dat dit antwoord jou ook helpt om uit te kijken naar de komst van Jezus. En graag tot een volgende aflevering. Dag!